Ja, die platteviembereiding komt eigenlijk op neer dat je een niet zo courant stukje vlees als een lamschouder of een mooi stuk rundvlees van de ribkant, zeg maar, dat je dat zachtjes braiseert. Dus in Frankrijk noemt het ook wel épaule de agneau braisé. Braiseren is eigenlijk iets tussen stoven en koken in, want je doet eigenlijk, je probeert dat stukje vlees op een soort bed van groenten te leggen, waardoor het niet heel erg in het vocht hangt. En wat vooral belangrijk is bij een braisage, is dat het heel langzaam gaat. Dus ik doe dat meestal gewoon met de pan in de oven. Dus ik braad het vlees aan, dan doe ik de groenten en de kruiden erbij en het vocht. Dan gaat de deksel erop en dan stoof ik dat verder in de oven. Omdat dat veel regelmatiger gaat en omdat je dan ook de temperatuur heel goed kan beheersen. Dus zeg maar, als je op 110 graden stooft, dan is dat veel fijner dan dat je dat veel te hoog doet. Want anders wordt het een soort droge lap met een soort soep eromheen, zoals Johannes dat al beschreef. Ingrediënten. De lamschouder, die ga ik uitbinden. Dan doe ik er een klein vullingje in. Dat noemen we een persiade. Dat maakt het frisser. Dat is een mengsel van mosterd, peterselie, knoflook, zout en peper. En een beetje olie. Dan bind ik dat schoutertje weer op. Dan gaan we het aanbraden. Dan doen we alle groenten erbij. En het glaasje cognac en een beetje bouillon. En dan gaat hij de oven in. In een lamschouder zit zeg maar het schouderblad. Dat ligt eigenlijk precies plat in deze vorm, zeg maar. Dan ligt er hier nog een been. En dat loopt naar het schenkeltje toe. Dit is het schenkeltje, dit gedeelte. Dat is zeg maar zijn voorpoot. Daar staat hij op. Eigenlijk moet je het zo zien eigenlijk. Zo. Er ligt ook nog altijd vlees bovenop dat schouderblad. Dat halen we er nu af. Dan komt het schouderblad namelijk vrij te liggen. Kan je het goed zien. Dan gaan we er een beetje onderdoor. Maar het schouderblad heeft halverwege heeft een soort opstaande rand. En wat ik meestal doe is proberen zeg maar die lijn te volgen van het schouderblaadje naar die rand toe, want dat voel je. En dat doe je aan de andere kant ook. En goed oppassen voor je handen, dat je niet uitschiet, want anders dan heb je een probleem. Kijk, dan kan je al zien dat schouderblad, het heeft een soort opstaande rand, die zit hier tot aan dat randje. En aan deze kant tot aan dat randje. Nou, dan gedurende bij het gewricht dat je los hebt gemaakt, snij je nog een klein stukje in. Zo, dat het een beetje vrij zit. Nou komt de truc. En dan haal je het tegen. Dan trek je die hele rand trek je dan één keer uit. Kijk. Dan, dit is een moeilijker ding. Er zijn twee manieren. De ene manier is om, als je niet zo bedreven bent in het uitbenen van dingen, om hier gewoon een inkeping te maken en alsnog dat bot eruit te halen. Wat je ook kan doen is het zogenaamde rondsteken. Dat doen slagers ook. Dat beginnen dus met het gewricht. Dus dat je als het ware het gewricht er alvast los snijdt. En dan langzaam rond die pijp naar beneden gaat. Dus je maakt als het ware zeg maar, een soort holletje waar je dus uiteindelijk die pijp uit pulkt. Kijk. En nou heb je een schoudertje met een holte. En een flapje dat er weer overheen kan. Dus hier kan je een vulling in doen en dan vouw je hem zo weer dicht. Hier zit een hele grote dikke zeen in. Dat zal ik even laten zien. Die snij ik er altijd uit. Die ligt plat op de schouder. Voor de brassage is het niet zo erg, maar kijk. Zo. Nou, dit kan mee in de saus. Die knookjes, die kunnen gewoon erbij in de brassage. Dat geeft gelatine en smaak aan de saus die je overhoudt van de brassage. Er zijn twee dingen waar Duitsland heel erg goed in is, naast voetbal natuurlijk. Dat is namelijk het maken van zuurkool. Zij maken de allermooiste zuurkool ter wereld. En ook mosterd, daar zijn ze ook erg goed. Dat hoort ook een beetje bij elkaar. Hè?
En ja, de worsten die ze erbij maken, zijn, daar zullen we het nog niet over hebben. Die zijn natuurlijk ook allemaal heel erg lekker. Dus ja, ik kom zelf uit Limburg, dus ik ben een beetje verknocht aan de Leuvenzenf uit Keulen. Een eerlijke, ambachtelijke mosterd. Amora is ook lekker hoor. Een lepeltje mosterd, een beetje peterselie. Een handje broodkruim. En in een restaurantkeuken hebben we natuurlijk altijd een soort knoflookolie staan. Maar je kan het ook doen met gewoon gehakte knoflook. Een persiade. Je kan het ook bij rundvlees doen of bij ree. Je kan hem ook gebruiken in vlees wat je bijvoorbeeld een rosé braadt. Omdat de vulling in principe niet gaar hoeft te worden. En dat broodkruim neemt een beetje de vleessappen op. En daarnaast is de geeft peterselie en de mosterd geeft een pittige smaak aan het binnenste van het opgebonden dingetje. Als je iets van een vleesvulling doet, bijvoorbeeld gehakt, dan moet je ervoor zorgen dat ook de binnenkant helemaal gaar wordt. Dus dat hoeft niet met een persiade. Nou, dan doen we die flap weer terug. En dit gaat zo. En dan hebben we eigenlijk weer een soort schouder met een pootje. Nou, dan even over het slagersknoopje. Aangezien ik altijd die dak ben, beheers ik dat niet echt. Dus ik doe dat eigenlijk al jaren op mijn eigen gereide manier. En ik doe er namelijk eerst een zogenaamd springtouwtje omheen. Noem ik dat altijd. En het effect is dan hetzelfde. Want je trekt dit gewoon met knoopjes bij elkaar. En dit lijntje zorgt ervoor dat de rest ook behoorlijk stevig verankerd wordt. Het schoudertje is nu opgebonden met vulling. Dan gaan we de groenten erbij doen. Die moet ik even schoonmaken en stukjes snijden. En dan gaan we het aanbraden. Flamberen. Dan gaat er een beetje bouillon bij en een beetje wijn misschien nog wel. Al naar goesting. En dan gaat hij de oven in. Ik zal hem ook even zout en peper, dat moet natuurlijk ook een beetje. Bleekselderie. Moet altijd een beetje gerist worden, zoals dat heet. Alle afval die je overhoudt van dit soort groenten kan je altijd weer gebruiken in een bouillon. Dus nooit weggooien. Nou, als je het nog mooi wil doen voor in je entourage van je schouder, dan maak je er een mooie bâtonnet van. Zoiets. Van een soort langwerpige stukjes. Wortel, onderschat product, vind ik altijd, maar onmisbaar in de stoofschotel. Het geeft hem een beetje zoet, maar het zorgt ook voor een soort onctuositeit, oftewel het dikt een beetje. Die patjes maak ik niet te klein, want anders verdwijnen ze gewoon. Dat kan ook in de saus. Er zijn ook mensen die saus doordraaien, maar ik denk dat het lekkerst is om de garnituur zo te laten zoals die is. Ook voor de uitjes geldt hetzelfde, dat doe ik alleen het kontje eraf. En die gaan er zo bij. Dit kan ook gewoon met gewone uien hoor, of met shallotten. Maar er zijn op dit moment gewoon veel verse uitjes. Ik snij ze nog een klein beetje bij, want dan zijn ze te lang. Dit kan allemaal in een bouillon. De knoflook in dit gerecht, ja, dat is van heel groot belang. Het maakt de saus, zeg maar. Knoflook en een drank als cognac samen, dat is echt wel een hele klassiek Frans combinatie. Gewoon een beetje met de schilletjes er nog omheen. Schrik niet van de hoeveelheden, want die knoflook is alleen heel erg agressief als je het in plakjes gaat snijden. Maar op het moment dat je het gewoon zo stooft, wordt het eigenlijk meer nootachtig van smaak. In plaats van dat het heel erg penetrant is. Dus er mogen wel wat teentjes in. Dat doen we dan van een handje morier, omdat het toch voorjaar is. En ik dat eigenlijk heel erg lekker vind. Dus zeg maar, dit is zeg maar het garnituur wat bij het schoudertje gaat. Goed. Het schoudertje is te groot voor een echte mooie pan. Dus we gaan hem in een braadslee doen. Daarvoor doen we een beetje olijfolie in de braadslee, op een vuurtje. Om
braden we een beetje aan. Moet het niet op te hoog vuur doen. Het gaat toch om, uiteindelijk om dat het helemaal gebraseerd wordt. Maar even aanbraden is toch wel lekker voor de smaak. En de groentegarnituur erbij. Even een beetje schudden. Dan draaien we het vuurtje wat lager, want we gaan nu een flambé doen. Daarvoor gebruiken we de cognac. Dan doen we een beetje bouillon bij. Dit is kippenbouillon, maar als je lamsbouillon hebt, is het nog beter. En anders water en een beetje wijn. Mocht je dat allemaal niet hebben, dan kan dat in dit geval een scheur champagne eroverheen. Ach ja, dan doen we die botjes er gewoon bij. Voor de smaak en de gelatine. Dan, ja, als je een langwerpige pan hebt, is dat heel handig. Die heb ik niet. Dus we doen het met een braadslee. En dan dekken we het af met folie. Schuif het in de oven op 160 graden. Nou, om het een half uur even kijken. De oven zelf op 160 graden. Daar moet je een beetje mee spelen. Voordat hij dan zijn hitte in die pan afgeeft. Ja, hij kan zakken naar 120. Eigenlijk is het adagium hoe langer, hoe zachter, hoe beter. Ik steek er af en toe een temperatuurmeter in het vlees. En zo om het half uur. Maar je kan het ook al zien hoor. Als je de deksel van de pan oplicht en het vocht is net niet in beweging, dan gaat het goed. Kijk, dit is mijn kerntemperatuurmeter. Een heel simpel ding. En die prik ik zo om de half uur even in het vlees. En dan gaat het echt prima. Mocht je zo'n ding niet hebben, dan moet je gewoon vertrouwen op je ogen. Goed kijken. En op je vingers, want je kan aan het vlees ook voelen hoe ver het gaat en of het goed gaat. En je ziet ook aan de mate waarin zo'n stukje vlees verschrompelt, zeg maar, want het wordt kleiner door het braseren. Zie je ook al hoe of het te snel gaat of niet. Want als het heel snel gaat, dan wordt het ook onmiddellijk een soort klein, steeds kleiner wordend hoopje. Was ik toch nog het bouquet vergeten ook? Dat kan natuurlijk niet. Salie, rozemarijn, klein beetje thym en laurierblaadjes. Dan halen we hem heel even eruit, onze schotel. Dit leggen we erbij. Hij begint al een beetje te zetten, zoals iedereen kan zien. Wat ook fijn is om het af en toe een beetje, zoals ze dat in Frankrijk noemen, te arroseren. Dus je gooit een beetje de bouillon eroverheen. Dat is altijd lekker voor het buitenste velletje. Dan doen we dit weer op. Het heeft er nu 2 uur in gezeten. Ik heb hem 2 keer bekeken. Je ziet aan het vlees dat het helemaal mooi gebraseerd is. Het is een mooi gouden korstje. De vleessappen en groentesappen hebben zich vermengd. Tot een soort prachtige jardinière. Knokjes hebben hun best gedaan. Die halen we eruit. Het boeketje ook. Ja, en dan gaan we hem dresseren. We heffen hem op aan een van zijn touwtjes. Want het is, als het goed gebraseerd is, is het ook best nog wel een beetje kwetsbaar. We doen de touwtjes eraf. Heeft al die tijd, die 2 uur lang op 160 graden in de oven gestaan, zachtjes gesmoord. Misschien is dat wel het oud-Nederlandse woord voor braseren. Ik vind eigenlijk dat ik hem zo wel gewoon erop mag leggen. En dan doen we de groentetjes en die zacht geworden knoflookjes, die, als je die een beetje uitperst over het stukje vlees wat je ervan krijgt, dan heb je een hele lekkere, bijna saus. Je kan ook de knoflookjes pureren en ze dan gewoon in de saus doen, waardoor de saus dikker wordt.
Want je hebt nu zeg maar alleen maar de braadjus. Nou, volgens mij is dat wel lekker. Smakelijk eten.